Goeie. Wetterskip Friesland is de provinciale organisatie die te ontstingen is nadat er zo'n 1500 wetterskip in Friesland vanuit het Verlina Linkende wij fuseert binnen. Dat is wat van de laatste periode, hè. In 1960 60 gingen we nog zo'n 1200 wetterskipjes. droge vottens die op hadden spandoek. Het te volle wettervotselhoesje van zo'n 340.000 vierde 200 kilometer dik, dat met heel het heuger oplossen worden, want je vleert met je vakantie altijd nog weer weg heen. En zo'n jongen in de zuur het wetterskip ook nog alle wetter. Daar wurg je 600 mensen. Alleer helemaal niet het mis mij. Gewoon een bliksemsgrut en wichtig bedrieuw. Zo maakt de wolhult niet mij het brege klompje bij de dwarden loskomen. Want wij maar het verzelf betalen. En wij bij Kloten. Eén keer in de fjouwer hier stemmen we een nieuw bestuur. En vierde lid we het gewoon gebeuren. Ja iets wie in die laatste wetterskipjes nog één keer hier in geer De, -ge de grutte boeren die smoken de dikke sigaren en dronken in never. Maar die zijn niks neer meer, ze liet de digraafjes gewurren. Maar nou had het wetenschap wat ze in u zijn. Je maat volle, volle meer geld in het klompje doen. Keerhozen gaan van 420 naar 400 zien euro. Mkb-bedrijvers van 820 naar 1000 Nou wat. Meesten in hierhoezen die betalen die dat zien worden we minder dat ze dienen. Prima, maar de eigeners van die huizen, die worden net ongeschreven, want die verdisconteren dat dadelijk waarin die juist hier prijzen. Boeren, waarvan ze zissen dat die al te volle betalen die ik net om heug. En ik de natuurgebieden, waarvoor er in verskatende maaltjes meer ontuurt binnen, die betel nog haast niet meer en dat bloedt ze En En over de moeder hier dan zeggen ze dagelijks: dat wolle das droge fortten horen, oftewel, je mag je stil horen. wel wezen, maar eens zien we de oude dat das wat zesematten. Had ik bijgelieks nooit langs de naaige maaltjes in hele huisneriet, dan is dat das wat heel luxe. Miljoenen had het kosten. En wie je dat nou wel medeg? Ik kan altijd zeggen, het wetterskip, maar me bij de provincie. Want daarin praten we volle meer mee, dan wordt het misschien wat democratischer. Aan de andere kant, daar wordt het voor zelfs ik niet goed keper van. Want droegen we fort